Hallo internetvrienden, daar was ik weer. Super leuk dat jullie weer kijken naar deze video. Het is zo ontzettend warm. Ik ben echt aan het zweten. Ik zit vandaag in het trapgat. Ik ben namelijk even thuis aan het werk vandaag. Ik ga morgen op vakantie. Ik moet super veel voorbereiden nog. Daarom wilde ik thuis gaan filmen. Maar het is zo zonnig dat er nergens een plek is in mijn huis waar niet de zon zeg maar mijn ogen uitbrandt. En ja, het is even crisis. Het is even creatief omgaan met de ruimte dus op dit moment. Ik heb wel wat leuks te vertellen eigenlijk. Ik ga zo meteen over een paar uur weer naar Nina en Iris toe. Dan gaan we de tweede aflevering van onze podcast opnemen. De podcast heet De Vrouw Mibo. En ja, het is een soort liefdesbaby van ons. Je kan het beluisteren op Spotify. En de volgende aflevering komt vrijdag weer online. Want Vrouw Mibo is een soort wordplay op vrij niveau. Dus hij komt op vrijdag elke keer erop. Goed, ik ben vandaag weer terug met een nieuwe video. Ik ga vandaag, ja, roddelen. Over lang levende liefde. Nou vind ik roddelen eigenlijk altijd wel weer een beetje een negatieve term. We gaan gewoon kletsen. We gaan gewoon de boel weer even een beetje bespreken. Ik heb het programma dus al wel een hele tijd niet meer gezien. Want het is zo lekker weer dat ik eigenlijk niet zo heel erg veel tv meer heb gekeken. Maar ze zetten al die leuke snippets en dingen gewoon op YouTube. Dus daar heb ik vanochtend eventjes doorheen geneusd. En een paar leuke van uitgezocht, die ik in ieder geval leuk vond om te bespreken. Dat is alleen niet het enige wat ik wil doen vandaag. Want ik wil jullie ook nog een stukje laten zien uit de verhuisvlog. De verhuisvlog is namelijk echt al, heel erg lang geleden dat ik die voor het laatst heb geüpload. Maar er zijn nog wat beelden die ik jullie eigenlijk niet wilde onthouden. Ons huis is nu helemaal ingericht, gedaan, geverfd, gepoetst. Alles. En als kers op de taart hebben wij dus hele mooie deuren. Stalen deuren inderdaad. Ze zijn verzorgd door MLB Interieur en Design. En ik zou even van dit moment gebruik willen maken om ze een beetje in het zonnetje te zetten. Omdat ze heel erg goed voor ons hebben gezorgd. Mocht je toevallig achter je computer zitten met je telefoon in je hand, check hun dan ook eventjes op Instagram. Want ze maken echt super mooie dingen. Wij waren in ieder geval gelijk verkocht toen we zagen wat voor moois ze maken. En het resultaat ligt bij ons ook echt niet. Het is echt, ons huis is echt geüpgraded. Vinden wij persoonlijk doordat we die deuren nu hebben. En we zijn echt super professioneel door ze geholpen. Super snel gegaan. Ze werken met een grote groep mensen, dus ze kunnen binnen no-time de klussen opleveren. En ja, ik ben eigenlijk wel heel erg tevreden. Ondanks dat ze met zoveel mensen werken, hebben ze één aanspreekpunt waar je als klant mee te maken hebt. Dus dat, ja, vond ik ook wel fijn. Ik had gewoon één iemand met wie ik schakelde en voor de rest was alles helder. Dus mocht je nog op zoek zijn naar iemand die je kan helpen met stalen deuren of ander mooi maatwerk en dat soort dingen, MLB Interieur en Design is echt top. Voordat ik ga beginnen met reageren op de dates, laat me even weten welke dates van de afgelopen periode jij nog heel grappig of weird vond. Misschien hebben andere mensen die ook gezien en dan kunnen we het erover hebben. Goed, dat was het dan. Laten we maar gelijk beginnen. We gaan kijken naar de date van Liederij en Martijn. Ja, maar we hebben het nog niet over slapen gehad, hè? Nee. Maar ik heb wel een antwoord. Ik ga op de bank. Nee. Ja. Nee, echt? Ja. Ja, Liederij die zag het wel zitten natuurlijk. Die denkt, wat flik je me nou? Ik vind dat zo'n gedoe en gezeik. Zal ik je uitleggen waarom? Als mensen... Zal ik je uitleggen waarom? Oké, tuurlijk, ja. Volgens mij wil hij uitleggen waarom. Ik vind, als man zijnde, moet je niet meteen erop afgaan. Je moet altijd zorgen dat je een klein beetje terughoudend bent. Dan maak je het spannender. Ja, hij wil het spannend houden, maar hij legt wel direct zijn hele strijdplan op tafel. Wat is dit voor tactiek, Martijn? Ik zeg, stel dat wij gaan verlengen, dan de volgende dag kom ik wel naast je liggen. Wat een gentleman! Zou iemand hem gebriefd hebben van tevoren? Ik zou je ook 's morgens als je wakker wordt, zou ik je niet wakker maken. Tenzij je zegt van nou... Nou, op een gegeven moment moet je hem wel... Hoe laat wil je wakker worden dan? Jij moet mij op een ludieke wijze wakker maken. Luister, je krijgt geen ontbijt op bed, hè? Nee! Ja, Martijn, ontbijt is verder ook niet echt ludiek, dus dat bedoelt ze ook niet. Nee, niet dat, nee, op een gekke manier. I am not your Casanova. Me and Romy. Nee, ik bedoel meer op een gekke, humoristische manier. Ja, humoristisch, met een hondenhalsband om bijvoorbeeld, of clownschoen aan. Niet met ontbijt op bed, dat hoeft niet. Oké. Gewoon iets geks dat je iets verzint, weet je, zoiets. Oké. Ja, ik weet niet precies wat ze wil, maar ik kan me er niet echt een voorstelling bij maken. Martijn ook niet. Ja, nee. Ja. Nee, ja. Ja, nee. Ja, nee, ja. Nee, ja. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd naar morgen. Ja. Heb jij al behoefte gehad om mij te zoenen? Ik heb je al een zoen gegeven. Bij binnenkomst. Dat is niet zoenen, hè? Tijd voor een verhitte discussie over de definitie van zoenen. Wat is jouw definitie op zoenen? Op de mond. Ja, gewoon zoenen. Oh. Dit is kussen. Dat is kussen. Ja, dit is niet zoenen.
Nou ja, ik ben niet vies van zoenen. Als ik eerlijk ben, dus antwoord is ja. Oké. Zullen we het maar gewoon doen dan? Heb jij behoefte aan rode lippen? Geef niet. Oh ja, ik zie het ook alweer helemaal gebeuren tussen deze twee. Ja hoor, ik ben er ook niet vies van hoor. Nee hoor. Nou jongens, go for it. Ja, ik ben dus best wel benieuwd of deze nog samen zijn. We gaan door met de date van Jona. Op de klompen. Op de klompjes. Hoi. Jolijn. Jona. Hi. Hoi. Zo. We zijn er. We zijn er. Ja. En jij hebt mij gezien op televisie? Ja. Ja? Ja. Oh. Zij weet al meer van hem omdat ze hem al voorbij heeft zien komen op tv. En dat was niet zo'n succes. Wat vond je ervan? Leuk om te zien, maar voor jou volgens mij iets minder leuk. Ja, dat was niet echt... Niet echt leuk, zeg maar. Neusjes zijn niet zoveel. Nee, nee hè? Helemaal niks. Kan soms ook dingen werken natuurlijk. Ja, zeg mij wat. Ja, maar dan ben je dat ook? Ik ben ook zo, ja. Ja? Ja. Ik zeg wel wat ik denk, ja. Ja, ze zegt wel wat ze denkt. Ze zegt niet zoveel, maar als ze wat zegt, dan zegt ze wat ze denkt. Jongens, kom daar op de klomp en op de laarzen en het is gewoon allemaal lekker, lekker nuchter volg. Heb je nou ook klompen bij? Ja, hè? Ja, maar dan loop je ook op klomp? Nee. Nee? Nee, nee. Nee, nee. Nee, alsjeblieft niet, zeg. Genoeg? Nee, ik was aan het kijken. Heb je lekker gegeten? Ja. Jij ook? Ja hoor. Toppie. Zit je vol? Ja. Dan is het goed. Moet ik nog een doekje hem? Heb ik rode mond dan? Ja. Ja? Ja. Niet. Ja, je zit er helemaal onder hier. Mag ik een doekje dan? Ach, wijfie toch. Direct weer helemaal terug door schulpin. Jazeker. Ik had het al gezegd. Hè? Ah, joh, kan mij dus heel. Gelukkig accepteert Jona haar zoals ze is. En dat mag ook wel, want hij zelf ook, ja, gewoon wel bijzonder. Dan kun je ook niet met een doekje doen. Dan moet je met een natte doen. Ja, doei. Wat? Die is vis. Ze hebben een kort functioneringsgesprek. Ze is er inmiddels achter dat ze wel een beetje verschillend zijn. Zoek je dan ook iemand die zoals jou is of wie dan iets rustiger is? Ja, iemand die ook een tik van de malle molen heeft gehad of iemand die meer zoals ik is, met gewoon spaghetti saus om de mond heen? Die iets meer haar op de tanden heeft. Dat die maar gewoon weer op de plek zet. Meer als jou? Zoveel haar heb ik niet op de tanden. Maar zoveel tanden heb ik ook niet. Jij? Wat moet die voor jou aan voldoen? Of wat is jouw ideale pad? Gezelligheid. En niet iemand die elke avond 10 biertjes of zo drinkt. Ja, deze twee hebben ze niet echt heel erg goed gematcht. Oké. Doe jij dat? Ja. Schat, je hebt hem toch meegemaakt de afgelopen dagen? Natuurlijk. Als geen bier is, wel Binnenburg. Lekker maar. Hij neemt nog even een slok. Ze was op zoek naar gezelligheid en dat komt wel goed, want de carnavalsmuziek staat al aan. Nee, goed. Kopje thee, hè, mevrouw? Majesteit, kom goed. Ja, als moeder is geen hoor. Jolijn wil toch nog even weten hoe het zit met het drankprobleem van Jona. Maar zoals gisteravond eigenlijk. Zo drink jij dus. Hoe bedoel je? Veel. Is dat veel? Hè? Gewoon een rustig avondje voor mij. Rustig avondje? Ja. Je bent de helft kwijt. Ja. Herinnering maar. Of herinnering vergeten. Vergeten. Ja. Maar... Ja, jij hebt denk ik iemand nodig die iets meer op jouw niveau staat of erboven. En ik wat minder. Ja, nee, dit gaat het niet worden. Ik denk oprecht dat het universum Jolijn heeft gestuurd om Jona een spiegel voor te houden. Maar volgens mij is dat niet helemaal gelukt. De laatste date die we gaan bekijken is die van Grace en Denzel. Denzel weet precies wat hij wil zeggen. Ik kan steeds niet geloven dat je zo goed eruit ziet. Nou, dankjewel. Ja. Mensen gaan jaloers zijn, man. Ja? Op wat? Ja, Grace die begrijpt hem wel, maar ze willen toch nog even een keertje horen. Moet ik waar is die spiegel? Moet ik een spiegel pakken? Ja, ik denk dat de spiegel in de badkamer is, Denzel, maar ik weet niet of je die eraf kan halen. Misschien moet je jezelf nog een keer herhalen, misschien begrijpt ze het dan wel. Ik ben jaloers, ik ben jaloers op mezelf dat ik hier ben met jou. Oh, zo poëtisch. Ik wil bijna tegen mezelf zeggen van, hé, luister. We moeten ruilen, man. Wat een lulverhaal. Nee, maar serieus. Ik had niet zo'n hoge verwachting, maar ze hebben me goed verrast. Ja, toch? Ja. Ja, en door. Als je echt op zoek naar liefde of
Denzel wil graag weten hoe serieus Grace is. Of heb je gewoon, had je gewoon zin om zoiets te doen? Kijk, ik ben op zich wel ready om weer leuk te gaan daten, weet je wel. Ik heb gewoon echt lang geen leuke jongens ontmoet. Omdat alles wat je nu ontmoet, omdat het natuurlijk corona was, was gewoon via social media. En die hebben allemaal gelijk een beeld van mij wat niet nodig is. Als ze dan die foto's zien op Instagram, denken ze van, oh, half naakt, makkelijk. Die jongen kan natuurlijk niet wachten totdat hij zijn telefoon er weer bij mag pakken om even te scrollen. Dat was helemaal niet waar. Dus toen op een gegeven moment heb ik gewoon echt niet meer gedate. Dus toen dacht ik, laat me het weer even doen. En blind date is top. Ze weten niet hoe ik ben, wat ik post, hoe ik eruit zie. Ze passen op zich wel bij elkaar. De enige vraag die ik heb is, wordt er nog gewiept of wat? Heb je kinderen? Wat? Of je kinderen hebt? Nee, nog niet. Jij? Nog niet. Wil je wel? Ja, ik wil wel graag. Ik wil gewoon, eigenlijk wil ik eentje. Laat zeggen, we krijgen een dochter. Ja. Yeah. Dan ga ik wel alle vertrouwen aan jou geven. Weet je, je weet het zelf toch? Ja? Om goed voor haar te zorgen. Want ik ben niet die vrouw toch? Dus ik kan haar rommel er niet zijn. Ik kan alleen een perfecte beeld zijn van oké, dit zoek ik als een vriend of als een man. Ja. Yeah. Ja toch? Kom op jongens, zet die kinderen. Ik heb een beetje het gevoel alsof ik deze date gewoon 5 minuten lang voorgelezen ben uit het straattaalwoordenboek. Mocht je toevallig op de hoogte zijn van deze mensen of ze nog bij elkaar zijn of niet, laat het me even weten in de comments. Laat me ook weten wat je vond van deze dates in de comments. Het is een wat kortere video vandaag. Het was voor mij de afweging, ga ik helemaal niks doen? Of ga ik gewoon met de tijd die ik nog heb proberen alsnog iets te maken? En ja, dat is het. Ontzettend bedankt voor het kijken. Laat even kletsen in de comments. En dan zie ik jullie natuurlijk weer volgende keer. Adieu!